Het Leeuwarden Studentenkampioenschap Veldvoetbal werd woensdag 7 juni weer gehouden op de velden van SC Leeuwardia Sportpark Het Kalverdijkje Noord. Dit jaar was het voor de 18e keer dat dit evenement werd gehouden. Ieder jaar heerst er weer een gezellige sfeer tijdens het toernooi en het eindfeest in de kantine. Met een groei van 8 teams ten opzichte van vorig jaar deden er dit jaar maar liefst 48 teams mee. Hierdoor is het LSV een van de grootste studentenvoetbaltoernooien van Nederland. Het aantal damesteams is dit jaar uitgegroeid van 8 naar 16 teams. Mirella Hekimova vertelt ons het een en ander over de organisatie van het LSV. Door wie wordt dit toernooi georganiseerd? Nou, dit toernooi wordt georganiseerd door Leeuwarden Studiestad en die studentenverenigingen in Leeuwarden. Sinds wanneer wordt dit toernooi georganiseerd? Nou, dit jaar is het 18e toernooi, dus sinds 1999. Wat is het programma voor vandaag? Nou, het programma voor vandaag is die eerste wedstrijd die begint om 3:15. En we gaan doorspelen tot 5:00 en rond 5:00 hebben wij etenpauze. Daarna worden die mensen of die teams geselecteerd of daar worden die punten geteld en daar kunnen wij zien wie gaat door. En het einde is rond 9:00, dan komen die finales. Oké, en hoe komt het dat er dit jaar veel meer damesteams zijn dan voorheen? Mag ik nog iets toevoegen? Van het programma, dan na de finales hebben wij natuurlijk de winnaars van die mannen en ook die vrouwen. En wij hebben voor vanavond wel een leuke programma. Wij hebben een leuke artiest, Volkert Hans. Hij doet veel leuke dingen met trompet en zingen. En wij hebben ook de bekende DJ Martin Harder. En ze gaan ook samen draaien en zingen. Daarna hebben wij de prijsuitreiking en gewoon een leuke eind van de avond. Oké, en hoe komt het dat er dit jaar veel meer damesteams zijn dan voorheen? Ja, dat weten wij ook niet. Dit jaar hebben ze veel interesse, die damesteams. Dus wij hadden eindelijk 16 damesteams die hebben zich ingeschreven. Het is wel leuk, want dat hadden wij in de vorige jaren niet. En hoe verklaar je het succes van het evenement? Nou, wij maken natuurlijk zeker dat alles goed loopt, dat het goed georganiseerd is. En we zijn super blij dat alle teams zijn hier en ze waren ook op tijd. Dus als er teams zijn, dan is het altijd goed. Alles is geregeld. Scheidsrechters, eten en alleen die weer is vandaag niet zo mooi. Maar we maken er wel een leuke sportieve feestje van. Student en voetballer Gerben Vos vertelt over zijn deelname aan dit kampioenschap. Hey Gerben, wat doe je op dit toernooi? Ik ben hier samen met het team van Trias Politica. Zijn we hier aan het meedoen met LSV om voetballen. Ja. Heb je al vaker meegedaan aan dit toernooi? Ik zelf niet. We hebben wel met ons team vaker mee geweest van het studiegenootschap. Maar voor mij is het de meeste keer. Wat is je ervaring bij dit toernooi? Nou, allereerst is het hartstikke goed georganiseerd met Leeuwardia. Je hebt hier mooie velden en het kunstgras, dus je kunt altijd voetballen. Het weer zit alleen niet echt mee, maar goed, dat is natuurlijk een bijzaak. Voor de rest, het is gezellig. Iedereen heeft wel een leuke sfeer. We zijn hier met z'n allen om te voetballen. We gaan gewoon gezellig voetballen vooral. Nou, en aan het eind van de dag drinken we natuurlijk met z'n allen een biertje en gaan we lekker een feestje bouwen. Hoe ging je eerste wedstrijd? Ja, dat was er wel eventjes, moest eventjes inkomen. Want het is natuurlijk met zo'n voetbalteam, je speelt niet elke dag mee. Dus je traint ook niet elke week. Dus helaas hebben we die verloren, maar ik ben er wel van overtuigd dat we zo meteen de dikke winst gaan pakken. Het weer zat woensdag echter niet zo mee, want er stond een erg harde wind met lange perioden van regen. De gezelligheid liet zich er niet onder lijden.